ga het hebben over wat zijn nou de eerste adviezen bij acute lage rugpijn. Nou ja, wanneer je acuut door je rug bent gegaan en je hebt het idee, ik kan helemaal niks meer. Dan zijn dit de adviezen die ik je kan meegeven. Nou, ten eerste is het belangrijk dat je niet te veel en niet te lang zit. Langdurig zitten zoveel mogelijk vermijden, dan ga je zelf ook wel ervaren. Want dat gaat heel moeizaam, je krijgt meer klachten. En het zorgt voor heel veel druk op die wervelkolom. Dus wat juist heel belangrijk is om die druk te verlichten, is liggen, afwisselen met korte stukjes wandelen. En tijdens het wandelen is het heel belangrijk om die armen goed te bewegen. Want dat zorgt voor een beetje rotatie in die rug. En daarmee ga je het signaal in je lichaam geven van, joh, die acute rugpijn, die acute reactie van het lijf om je rug te beschermen, die kan zich wat meer gaan ontspannen en loslaten. Dus kleine stukjes wandelen, de armen goed mee bewegen, waardoor je rug roteert. En als je zit, niet te lang en dat afwisselen met liggen. Nou, wat is tijdens acute klachten? Nou, het prettigst tijdens het liggen, dat is de rug in een zo neutrale mogelijke houding brengen. Nou, hoe doen we dat? Als je gaat liggen, breng je benen of op een heleboel kussens of op een stoel. En vanaf hier breng je rug heel rustig hol en bol. En op deze manier, door je benen iets omhoog te hebben liggen, heb je de meest neutrale positie voor die onderrug bereikt. Dus op deze manier kan je rug echt herstellen van die acute aanval en van die spanning in je rug. Op deze manier heb je ook het idee dat je eventjes weer rustig kan ademhalen en komt je rug echt tot rust. Ja, naast op deze manier liggen, als je op bed ligt, lig je het liefst op je zij. En als je op je zij ligt, wil je niet dat die knieën op elkaar liggen. Ook niet dat je ene been over je andere been ligt, want hierdoor komt veel druk op die rug te staan en staat die uit verband. Dus wat is daar juist prettig? Om een kussen tussen je benen te leggen. Op deze manier liggen je enkels, je knieën en je heupen ongeveer op één lijn en merk je gelijk dat je minder belasting hebt in die onderrug. Dus in bed het liefst met een kussen tussen je benen gaan slapen. Of rusten. Nou, dan is vaak ook nog een moeilijk item. Hoe kom ik uit mijn bed met acute rugklachten? Nou, je ligt al op je zij. Vanaf je zij doe je je hand op de grond. Duwt jezelf af, omhoog. En ja, op bed kan je natuurlijk je benen om beurten laten zakken. En dan zit je rechtop. Nou, en voor het liggen geldt precies hetzelfde. Ga eerst zijwaarts naar beneden, breng die voeten naar achteren. En op deze manier ga je rustig liggen zonder je lage rug te belasten. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Als je vragen hebt, laat het me weten. Als je een idee hebt voor een volgend filmpje, als je zegt, joh, laat dit alsjeblieft voorbij komen, want hier wil ik meer over weten. Zet een comment en ik kom erbij terug en wie weet zie je het onderwerp bij een volgend filmpje voorbij komen. Bedankt voor het kijken!